Ik ben huiskok Jaap. Ik heb stage gelopen bij MyMedia en ik werk tegenwoordig bij Excite. Huiskok Jaap is ooit begonnen toen ik stage liep bij MyMedia en in contact kwam met Ivo, presentator van Huiskok Jaap. En die wilde een gebakken ei-item maken en die heeft mij toen gevraagd of we dat bij mij op mijn werk konden doen. Dus toen zijn we naar mijn werk gegaan en met cameraploeg en hebben we daar een gebakken ei-item gemaakt. En dat was eigenlijk zo leuk voor ons allebei dat we toen afspraken van dit gaan we gewoon, hier gaan we vaste rubriek van maken. 1 keer in de 2 weken. Waarom kan jij een ei niet invriezen? Geen idee. Maar dan breekt hij dan? Er zit een dooier in. De vibe met Ivo, de chemie, dat was gewoon heel leuk. En het was heel ongedwongen. We waren echt eigenlijk alleen maar aan het ouwehoeren, geintje aan maken. En we waren bijna niet bezig met een video maken. Dus het was voor de videoman en de geluidsvrouw ook heel moeilijk om daar omheen te draaien. En dat, ja, dat vonden we gewoon leuk, omdat eigenlijk een beetje scheid te hebben aan alle regels van hoe een filmpje zou moeten zijn. Het leukste en lastigste om met Ivo samen te werken en Huiskok Jaap te maken is dat we meestal helemaal geen flikker voorbereiden. Dus Ivo wel eigenlijk, want die is toch de presentator, maar ik niet. En ik weet ook niet wat hij dan wel voorbereidt. Dus hij zet mij dan heel vaak voor het blok of dan heeft hij ineens weer iets bedacht waar, en ik weet dan van niks. Dus dan moet ik improviseren. En soms denk ik ook dat hij het ook niet weet, maar dan heeft hij het al lang bedacht. Maar dan, dat zegt hij dan niet. En dan nog de koelkast. Oh, zit de koelkast? Nee. Alleen de stinker. Ah. Waar is de koelkast uit? Het belangrijkste wat ik aan deze tijd heb overgehouden is Ivo eigenlijk. En met Ivo zijn hele vriendengroep. En dat is tot op vandaag is dat gewoon een hele goede vriendengroep. Ja, dat is gewoon heel erg tof eigenlijk. Dat ik daarmee 20 vrienden heb gemaakt met deze stage. Ik ben nog steeds kok. En om dichter bij de videokant te zitten ben ik bij Excite gaan werken. Bij Excite kom ik elke ochtend om 7:55 ongeveer aan. En dan bouw ik eerst een ontbijtje op voor iedereen die hier werkt. We hebben huisgemaakte granola en allemaal soorten yoghurt. Dus iedereen die hier binnenkomt rond 9:00, 9:30, die gaan alles opeten wat ik heb gemaakt. Het werk hier is wel heel gezellig. Het is wel heel anders als in een andere keuken. Normaal werk je in de keuken met veel koks. Ik werk hier 1 dag in de week alleen. Een andere dag heb ik een vrouw die mij helpt. Maar het bedrijf zelf zijn alleen maar jonge mensen hier. Ik ben 34, ben echt zeg maar bij de oudste 10% van het bedrijf. Dus dat is wel heel leuk. We hebben wel een gezellige sfeer onderling. We houden van de feestjes met elkaar. Dus het is wel heel leuk om hier te werken. Huiskok Jaap is, ik denk een jaar of 3, 4 geleden soort van gestopt toen Ivo wegging bij MyMedia. Kost toch best wel veel tijd en energie. Maar we hebben toevallig gisteren een special opgenomen. Hoi, hey, de bel. Hè? Verwacht jij nog iemand? Hallo. Goedendag. De vraag maar raak, gastzusters. En wie weet, want Ivo en ik vinden het wel allebei heel erg leuk. Maar we moeten maar net de tijd en de mensen ervoor hebben die ons daarbij kunnen helpen. Maar we vinden het wel heel leuk, dus ergens achterin leeft het nog. Wie weet.